Christel Bouillon, dag 2, Deloitte Ladies Open. Opnieuw onder par, opnieuw tevreden? Ja, zeker. Vandaag natuurlijk geen regen, maar wel veel wind. En dat maakt de spelen ook lastig. Vooral met name gewoon ook vanaf de tee. Je moet goed doorhebben waar de wind vandaan komt. En het is ook een vrij sterke wind. En al met al gewoon een hele goede dag vandaag. Steady, goed gespeeld, goede ballen geslagen, weinig foute dingen gedaan. Dus ja, mooie dag. Is het op zo'n dag dan ook een kwestie van vooral heel erg geduldig blijven en wachten op die kansen die hoe dan ook gaan komen? Ja, zeker weten. Maar sowieso eigenlijk, ik denk dat deze baan altijd wel, je moet niet te veel willen. Je moet echt slag voor slag spelen, eigenlijk op altijd. En hier dus ook. En ja, geduldig blijven en dan slag voor slag, dan komt het wel goed. En zo niet, ja, weet je, je kan niet meer als je best doen. Dus. Je staat nu op -4, nog 1 ronde te spelen. Ja, hoe schat je je kansen voor morgen in? Nee, dat weet ik niet. Ja, ik zal zeker weer mijn best doen en ik ga op dezelfde manier de baan in. En hopelijk kan ik een mooie score neerzetten. Ik denk dat ik nog alle kansen heb. Alles kan altijd in golf gebeuren en zeker ook op deze baan. Dus ik heb er wel zin in. Dankjewel.